naar de trainingstallen, want de hengsten staan er stuk voor stuk uitstekend voor. Ja, op kop geplaatst in deze sterke rubriek, Jurre 495. Toch opvallend, hè, dat man. Hij staat er echt picobello voor. Veel rasuitstraling, een hele moderne hengst, lang gelijnd. Sterke bovenlijn, hoogbenig, goede romprichting. En hij stapte goed. En waar hij normaal altijd een beetje op moet warmen, was hij vandaag al fenomenaal in zijn draf. Dus dat belooft nog wat voor vandaag. En maar zien hoe... Jurre, hoe grutskort... Ja, maar dat is hier. Dus waardering daarvoor. Respect. Ja, dan op de tweede plaats. Tiemen 503. Een hele luxe hengst. Een hele sierlijke belijning. Een hengst met een heel fraaie hoofd. Hengst die goed stapt en in draft heel veel lichtvoetigheid heeft. Veel snelheid in het achterbeen. Het draven kost hem weinig moeite. Dus een hele mooie tweede plek voor Tiemen 503. Ja, Tiemen 503. Ja, had er wel vaker wat. En dan komen we bij Marcus. Heel jeugdig nog, modern. Heeft een hele vriendelijke uitstraling. Heeft een goede bovenlijn. En hij stapt met voldoende souplesse en mooi actief. En in draf maakt hij zich weer heel mooi. Een hele opwaartse draf. Met veel balans, goed achterbeen. Dus een hele mooie derde plek voor Marcus. Dan gaan we naar Ulbron. Ulbron is ook weer een hele moderne, langgelijnde hengst. Die ziet er super uit, hoogbenig, veel behang, veel rasuitstraling. Een hengst die opvallend goed stapte, zette bij het voorbeen ook goed weg. In draf toonde hij veel souplesse, dus een hele mooie vierde plek voor Ulbron. Wat geweldig, ook mooi commentaar dat Sabine Zwager voor elke hengst heeft. Wat de rasuitstraling en bouw betreft, vind je ze haast niet mooier. Een hele mooie langgelijnde hengst, correct gesteld en hard beenwerk. Hij stapte voldoende, in draf heel veel functionaliteit. En deze hengst is ook een hele mooie plek in deze kwaliteitsvolle rubriek. Tiede 501. Ja, daar komt de publiekslieveling, Nane 492. Hengst die er ook weer uitstekend voor staat, evenredig gebouwd is. Heel veel sympathie uitstraalt. Hij mocht iets meer overtuigen in stap vandaag, maar in draf weer het spectaculaire voorbeen wat zijn handelsmerk is. Nane 492. Ja, Nane 6e, dat betekent wel dat we hem de rest van de dag net meer zoeken, Henk. Nee, of hij moet nog hinder van Dierber. Dat ken ik al. Dat zou samen kennen. 496. Menne is een hengst die zeer correct gebouwd is. Hele sterke bovenlijn, goede kruisligging. Zou wat rijker in de rasuitstraling mogen zijn. Ook een hengst die voldoende stapt en in draf veel ruimte toont. Mooi gebruik van het voorbeen. Menne 496. Dan Mijnte 490. Een hengst die goed in de verhoudingen staat, ook correcte beenstanden heeft, veel behang, veel rasuitstraling. Die vlijtig stapt, die veel vouw in het achterbeen heeft, veel afdruk. Zou daarbij nog iets meer schakend vermogen mogen tonen. Mijnte 490. Dan komen we bij Rommert 498. Ook Rommert weer in een uitstekende conditie, goede bovenlijn. Zou voor het mooie misschien iets opwaarts gebouwd mogen zijn. De stap was voldoende. In draf had hij weer veel vouw in het achterbeen. Rommert 498. En tot slot, Jouwe. Ja, in deze rubriek is het geen schande om op deze plek te staan. Want deze paarden die zijn allemaal heel kwaliteitsvol. Jouwe die blinkt ook uit in zijn rasuitstraling. Mocht vandaag in zijn beweging misschien iets meer overtuigen. Maar ook deze hengst een zeer verdiende plek in deze rubriek. Ja, Sabine zei het heel terecht, denk ik. Van, zelfs de laagste is hier natuurlijk binnen de top. Het is een zwieren rubriek. En wat dat betreft is het wel heel bijzonder dat Jurre er werd bovenop stijgt. En als eerste werd Trogi het mij al 4 keer een kampioenschap.
En dat mij bijzonder wijzen. Maar ik denk ik wat je daarin ik heel. Dan doen we deze cijferrubriek geen eer aan. We nemen Marcus 491 ook mee. Draaien. Maar dat hier ga ik wel verwachten. We nemen Ulbrand 502 ook mee. Nou, sorry zoon. En we nemen Tiede 501 ook mee. En wilt u er nog eentje mee? Oké, Nalen gaat ook mee. 492.